Hé, hey, wat doet die goonie bij mijn auto? Ja, zijn moeder gaat in de container. Wat deed je bij zijn auto? Wat loopt ik bij mijn auto als een bitch, bro? Oh, dit? Ja, wil jij er ook af, ja? Vertel het hem zelf. Moet je beats headset, ja? Kom maar, mensen. Ik doe niks. Kom maar, oké, goed zo. Huh? Nou, dus, wat zijn jullie hier aan het doen? Dat is meet of hoe, wat? Meet and greet. Voor de enige echte mensen, dat is Bradvak. Peter die, gaat toelie die bril pakken. Kan echt niet, man. Kijk die bril. Peter gaat toelie pakken. Bob, bril. Kijk naar mijn bril af. Vind je het erg als ik mijn masker weer opdoe, Peter? Ja, meneer. Ja. Oh, je gezicht ziet er... toch? Je gezicht ziet niet. Hey, rustig jongens. Hey, wat is met mijn gezicht? Huh? Doe je masker weer af. Koolie. Ik ben Amo Onicha. Maar je gezicht lijkt nog steeds op een bastonje koek, man. Daarom heb ik hem ook op. Hey, wat doe je? Zo laat je me achter, René. Zo laat je me achter, hè? Dus, Zomaar vlies jullie mee, aan neef. Hallo? Zomaar laat jullie me achter, hè? Maar. Wie zoekt het vandaag? Maar die kale. Je laat maar zomaar achter, René. Die kale? Ik zie maar één kale. Bro, deze mensen gooien me zomaar met de snow. Hé, dat ben ik! Hé, dat ben ik, man! Sorry. Jij. Nou, waarom slaan jullie elkaar, man? Ja, hij staat ons! Genoeg. Jullie laten mij daar alleen achter. Zeg sorry. Wow, je bent met Monier, hè? Ik zal me oppassen. Monier is hier. Wie van de twee? Is het goeie, hè? Attij. Mag ik jou Mag ik haar toe? Maat, ga nu van mijn motor af. Oké, stop dan. Draaf! Doei. Oh jongens, ze hebben het gezocht. Oh maat, ze hebben het gezocht. Willen fokken met Monier? Met NS? Down is. Is de situatie alweer rustig of? Ja man, ik heb het geregeld. Je hebt het geregeld? Oké, anders zou het anders aflopen. Niks aan de hand. Situatie onder controle. Wie ben jij? Wie zegt dat? Dat ben ik niet. Oh sorry. Sorry maat, zeg Velassi dat. Mag ik achterop? Was dat niet? Maat, praat met chest. Hallo. Aan de kant als je niet gehoekt wil worden hier zo. Maat. Oh de. NS, ik. Oh. Monier, ik denk dat dit jouw effect is, man. Nee. Dit is jouw effect. Dit is genoeg. Wie is Monier? De situatie is afgehandeld. Ik heb deze man. Dit is Monier, man. Dit is Monier. Met die masker. Heb je een probleem met hem? Je krijgt nu nog een kans om je neus naar het ziekenhuis te brengen voordat je niks meer. Ah ja, is goed zo. Oké, goed zo. Ik zei je billen dicht. Zie je, als dat patron spreekt, is de rest. Hij knok, hij stek. Ik wou net zeggen. NS. Ik ben nieuwe NS. Shof, NS. Hada, we hebben je gymna een sokra. Oh, sorry. In dat schora, hè. Nieuwe islaar. Dat is Jim, nee. Dat wil je niet. Yo. Ik zou niet... Nee! Ik zou niet voorslaan. Goeie, ga niet laat. Van twee kanten, hè? Ja? Maar, dit is Monier en Peter, hè. Dit willen jullie niet. Dit is Monier en Peter. Maat, ik heb pijn in mijn been. Monier, waarom overal waar jij bent? Nee, joh! Waar wou je naartoe? Hij mag niet in. Waar gaat hij naartoe? Laat opstaan. Wat is je werk laat? Oh, bro, als een dag, hoor. Hij gaat naar zijn auto, nee! Maat, trap hem eraf. Vandaag niet, vriend. Hoppakee. Stap in. Waar is die auto? Hij is de leeuw! Nee! Hey boys, misschien niet. Pak die benzine, gooi die benzine op zo. Mag ik bij je? Nee! Ja! Kleine bitch, rij maar weg. Kijk hem. Stap uit. Blijf hier. Stap uit, dan kijk hier. Hé, wie slaat hij? Oh shit, wat was dat? Hey, Monier, overal waar jij bent is chaos. Kom maar, Monier. Hey, dat is hem. Ga achter me. Nee. Dat is die gozer, hè? Nee, dat andere kleur. Dat is die Brabus. Andere kant. Oh, maat. We gaan een paar boetes pakken. Maar deze auto wil mij stoppen heel de tijd, man. Hey, maat! Ik probeer mijn garage in de buurt te blijven. Deze auto is ons aan het hinderen. Maat, wat is jouw probleem? NS, waar ben je? Hij pakt snel weer richting gevangenis, maar hij blaast mij eruit met zijn Brabus. Kijk, hij is gestopt. Wacht even, ik heb hier een probleempje. Hoi. Wat laat? Wat is je probleem, vriend? Ik jou uit. Wat? Wat? Ik jou uit, laat. Jij kijkt kenteken. Wat
zegt deze man? Wat zegt deze man? Heb je Tia? Suju. Oh, deze man. Oh, hij denkt weer dat hij Scarface is, hoor. Oh, we hebben weer een Scarface. Ik cheese bellen, laat maar kijken. Wat? Wat? Jij niet kent cheese? Maat, ik probeer te ontdekken of je nou stoer doet of niet. Wil jij mij niet kennen, laat ik cheese bellen. Maat, wat zeg je allemaal? Ja, ijs kent. Wat? Ijs. En nu ABN. Ben je wel helemaal in orde, of? Boy, jij hebt een Tia XL gekregen, maat. Dit is niet normaal. Deze Suju klopt niet helemaal volgens mij. Maar... Hij gaat slaan. Maar dit wil je niet. Hij gaat slaan. Dit wil je niet. Zeker? Nee. Laat hem. Hij denkt dat hij Turkse Jackie Chan. Hé! Hey, jullie spelen met mij privé! Sorry. Maat, niet filmen! Hey, deze! Geentje. Kom maar, laat. Stop. Ga je auto in. Stop. Je zoekt het zelf op, toch? Huh? Oh. Allee, rennen. Wat is jouw naam? Meneer, waarom is het altijd chaos met jou? Nee, kijk dit. Hey! Woi, yo! Maat! Je schadevergoeding. Hoeveel euro? 40k, anders ga ik je nu je nek eraf halen. Oh, ik denk 40k. Wacht, had over 30 seconden. Oh, wacht. Bro, eerlijk? Yo. Als Monier er is, dan is er alleen maar fitties en zo. Ja, maar dat is niet erg, bro. Dat is Monier, je weet toch? Dat is wie hij is. Dat is zijn. Maar hij heeft zo'n aura, hij heeft mijn aura bij zich. Ja, dat geef ik je wel, Alles accepteert mij, zie je? Ik accepteer jou ook, man. Gelukkig. Maar je zit met je ballen in mijn rug, bro. Kan ik je niet accepteren? Wel, boys. Maar wie ben jij? Weet ik wel. Maar ik moet jou. Hey meneer, sorry. Laat hem, meneer. Sorry. Bro, er is niks aan de hand, jullie doen ons gewoon schrikken, man. Oh, ja, jullie laten me ook schrikken. Ik zeg je eerlijk, broer. Hey, welke gang heb je gestemd, hè? Welke gang is dit? Wat denk je? Wow, ik weet niet. Ja, maar ik wil wat zeggen over je bril, maar straks ga ik weer pomper omhoog. Ja, lekker, okay, kom hier rustig staan. Nee, kom hier. Zeg over mijn bril wat je wil zeggen, kom. Nee, jij gaat me doodmaken, man. Nee, man. Nee, ik vertrouw je niet, man. Ik gewoon heel straight zeggen. Ja, zeg het straight. Het lijkt alsof je net uit het noorden komt, man. Wat? Een broer met je lelijke hoed, man. Je stinkt. Nu zoek je het. Meneer, ik denk dat het tijd... Schip die fucky. Mooi, hè? Hey, nee, niet doen. Niet slaan. Maat, hoezo beledig je mij? Wow. Jij zei dat ik dat mocht doen, broer. Nee, maat, ik zeg je mocht zeggen, oh, nee. Hey, broer, dat kan niet, man. Wow. Ja? Auw. Hey, bro, hoe ga je zo zitten, broer? Stap. Ik heb pijn, man, mijn benen, broer. Ik hoor dit gedrag af te keren, maar ik ga helemaal brokken. Hey, bro, je mag niet zo gaan zitten, broer. Stap. Hoe heb je die slaan? Meneer, niet doen. Mijn benen zijn kapot. Oh, nee. Ik zei alleen maar wat tegen je bril, broer. Mijn benen zijn kapot. Bro, sta normaal, zeg je, man. Meneer, ik kan niet staan. Geef me een kruk of zo, man. Meneer, jij bent niet fucking. Schat. Hey, heb je hulp nodig? Ja. Hey man, jullie zijn wel enge mannen, man, jullie drie. Oh, hij is een enge man. Die ja, met die anime vastgezet. Hij heeft mijn benen gebroken, man. Hebben jullie geen rolstoel voor mij? Nee, man. Kom, Moni. Shit. Moni, kom. Jullie laten mij hier gewoon liggen? Ja, tuurlijk, man. Je beledigt mij. I know, man. Pak je zakdoekje, veeg je tranen. Je zei dat ik mocht zeggen over je wat ik wou, man. Nee, man. Ik zeg en dan gaan we wel kijken wat de consequenties zijn. Oh. Niet met hem, niet. Ja, mijn consequenties zijn dat ik mijn benen niet meer kan gebruiken, man. Hé, meneer, je hebt wel die hele waggie gesloopt, man. Hij heeft mij ook gesloopt. Ja, wat die fuck ben jij, bro? Mijn waggie is belangrijker dan jouw hele hoofd. Ah. Je lelijke overloop. Meneer van een andere planeet. Oh, oversprong. Ja, lekker. Hey! Maat. Je doet ook, Biggie? Nee, laat hem. Wow, dat was een dubbele kick. Alleen ik kan dat. Kom op, man, boys, wat doen jullie nou weer? Hey, ik kan lopen. Orde. Hey, een fijne dag verder. Ja, meneer, nog steeds stink je. Oké, nu ben ik het zat. Stap op. Hey, we gaan het oplossen, dit. Oh, hij gaat het oplossen met ons, zegt hij. Maar ik ga je aanrijden, kijk. Hier op in, Yves.
Hey, pop e-sigaret, wat vind je allemaal gek te doen? Hey, yo, Mattie, zet mij hier zomaar van moed. Ja, maar... Ja, man. Hij moet gewoon oplossen hier. 1-1. Oh, yo. Dit kan echt niet. Hey boys, mijn koppeling was ingedrukt, man. Nee, man. No, man. Mijn koppeling stond in zijn zes nog. Nee. Oh, waarom is dit? Dit is hem niet, man. Dit is hem niet. Dit vind ik echt niet kunnen wat jij doet. Man. Yo, dit kan echt niet. Ja, die man is gewoon eraf, hè? Hey, pop-e-sigaret. Hey, dit moet even. Yo, even moet dit opgelost worden, ouwe. We moeten dit even recht. We gaan die man helpen. Bel even ambulance of zo, man. Ik moet echt even ambu bellen, man. Kijk die man daar liggen. Hij ligt daar met zijn kont omhoog. Boys, als ik vakantie catch, ik heb voor jullie gehouden, man. Dit is sowieso business class. Dit is business class, man. Oh man. Oh. Even OOC, maar die reportlijn staat helemaal loeiend nu. Er zijn mensen levensbrieven aan het schrijven, maar... Hé, ik denk die ticket support bot is gewoon offline, zeg maar. Die bot is gewoon... Die bot is gehit gewoon. Oh, ze motor is wel actief. Zet wat in? Dat is de vraag. Hans TDA roleplay, vrachtwagenchauffeur, ik heb zo'n gemaakt. Yo boys, wie wilt lockpit? Lockpit. Hè? Heb ik wat gemist? Ik heb weer één antwoord op. Draai om! Oh mijn god. Mag ik van mijn leven? Goedemiddag meneer. Moet je ook een paar pompers hebben, of niet? Nee, ik ben hier als AAA Holiday. Ik ben hier om iemand een dag vakantie te geven. Ja, wacht. Laat me mijn koffers pakken. Hey, Bruce, wie moet ik reden? Vertel me alvast. Lachkik van mijn leven. Oh, boy, ik zeg heel leuk. Hij was het wel waard, man. Wow. Die man vloog door de lucht. Broeder. Ik zag mijn vader, man. Dit was een zeer slecht voorbeeld. Dit was een heel slecht voorbeeld. Bro, dit is mijn wildste stream, zeg maar, sinds comeback. Oh, man. Oh, mijn god. Ja, of niet meer te roleplayen, maatje. Hier gewoon rustig staan en verder gaan. Gaan we? Ja, ik denk dat wij even naar het vliegveld gaan rijden. Kom maar. Die stinkt nog steeds. Ja, ik rij. Hij is best wel kof, hè. Hey, boys, ik ga naar Mogadishu, dus... Hey, waar is mijn motor? Hij is ook weggevloten. Jullie moeten eruit zwaaien. Jij hoeft niet mee. Alleen ik. Hey, willen jullie afscheid nemen? Hey, is mijn motor ook weggevlogen, of wat? Hey, maar van wie moeten we afscheid nemen? Van mij, Ik reed 2 keer aan. Oh. Kan niet, man. Tot snel, hopelijk. Waar de fuck is mijn motor, vriend? Oh, Boerier. Oh. Papier onder mij. Het kost even moeite. Wat gebeurt daar allemaal? Ik wil niet. Dit. Nou, stap in. Hij is dead, broer. Nee, hij is niet dead. Hij heeft de ASR. Aanstelleritis. Oh. Weet je zeker? Kom op, man. Ja, ik weet het zeker. Hij moet de 7 spier gebruiken. Nou, stap in. Ikke? Ja. Bro, ik wed. Monier, stap even in. Ik ben echt dead op. Ik maak geen wat, ik ben dead op. Gaan we naar vliegveld? Gaan we mee? Nou, laten we, man. Nee, jullie moeten niet mee. Alleen de schuldigen. Nou, stap in. Oh, hier zo. Kom naar het vliegveld. Monier, eindelijk terug. Wat is het, jongens? Wat zijn jullie? Wat hebben jullie gebruikt? Ja, ik zweer het, jongen. Please. Zo, beademingsapparatuur is weer nodig. Ik denk dat we eerst even naar het ziekenhuis moeten. What the fuck? What the fuck is dit? Sorry, maas. Waarom moest je deze gooien?
Ik dacht even snel een sprintje trekken, maar ik had gewoon niet zo goed. Ik kwam gewoon niet weg. Maar hey boys, het is best nog wel een ritje naar vliegveld, dus ik kan even praten. Toch? Nou, vertel. Hoe is het met jullie? Oké, maar is dit niet misschien de manier voor manier om te vertellen dat het allemaal zo ongeluk ging? Ongeluk. Eerst vertellen, ik ga je aanrijden! En dan vervolgens doodrijden. Nee, ik heb dat helemaal niet gezegd hoor. Ik heb dat echt niet gezegd. Kijk. Ja, iets in die trant, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet quote unquote, maar... Ik kan het uitleggen. Mijn vinger die schoot uit, zeg maar. Ik wou zeg maar alsof, snap je? En toen schoot mijn vinger uit en toen kon ik niet meer terug en toen, ja, toen gebeurde het gewoon, snap je? Toen, hey, het kost mij wel veel geld, hè, al die vliegticket. Ja, maar ja. Je kan hem ook niet geven, hè, snap je? Dat is nou wel daar, wel eens toch. Ja. Stel waar hij zegt, is goed toch? Die vrachtwagenchauffeur die zeg maar al 3 tickets heeft ingediend, die gaat niet kunnen slapen, dus het moet wel. Wow, dus luister dan. Gewoon geen weg terug, snap je? Het moet. Oh, dat kan niet. Kom een keer omhoog. Ja, gewoon teruggeven. Is klaar. Deze is klaar, boys. Deze is helemaal rechtdoor blijven. Jongens, besef, de Discord-lijn van TDA stond loeiend. Zo, mensen. Gebruikt, jongen. Mensen zijn wakker geworden hiervoor. Ik zweer het, ik was rustig Netflix aan het kijken. Hè? Ik krijg geen SDM'tje. Nee, grappig. Ik was gewoon even stream aan het kijken op mijn mobiel. En ik zie dat en ik denk, ah, hey, man. Maar nu moet ik weer komen, ja. Kijk, de koffers staan al klaar. Ja, man. Ben ik nou weer naar beneden gereden? Nee! Ik moet boven zijn. Anders moet je gewoon die ene stunt ding gebruiken, dan vlieg je in één keer omhoog. Nee, dan moet ik mezelf vakantie gaan geven. Dat gaan we niet doen. Maar geef me één goede reden waarom je het deed. Eén goede reden. Scenario. Zeg gewoon het scenario. Ja, juist, RP-wise. Flikker op. RP-wise was het extra kracht geven. Letterlijk en figuurlijk. Waarom? We kunnen ook gewoon door blijven rijden, bro. We kunnen nog meer ondervragen. Het versterkt het roleplay-effect, snap je? Juist. Nee, rijd door. We gaan nog maar even ondervragen. Misschien is er een duidelijke reden. Ik ben een verkeerde airport, man. We moeten naar Sandy, man, bro. Dit is Transavia. We moeten KLM hebben, bro. Rijd door. Ik zweer het. Het is corrupt, man. Sandy Airport. Wij gaan een vliegticketje pakken, jongens. Dit is niet normaal. Eén momentje. Ja, jullie mogen mee op vakantie met hem als je wil. Gratis. Nee. Is gratis. Eén momentje. Ik wil wel extra beenruimte. Ja, ik wil ook beenruimte, man. Ik wil graag wel nog een afscheidsliedje, als dat kan. Wie gaat zingen voor mij? Nee, een momentje. Ik ga even vliegtuig pakken. Eén moment. Oké. Oh shit, we gaan vliegen. Oké, ja, deze. Oh shit, zulke emoticons erbij, weet je zo dat ik te lang heb gespeeld, bro. Die man heeft snel toets voor die emoticons. Doe eens nog een keer die move. Welke? Ja, die je net deed. Die hippie. Kijk. Oh, pak je op. Hey, NS, pak je microfoon. Oké, Monier. U vliegt private jet vandaag? Oké, daar gaan we dan. U gaat vliegen. Hoe vindt u het om te vliegen vandaag? Ik heb er zin in, het is de eerste keer dat ik op reis ga, dus Oké. Ik hoop dat het een leuke reis wordt. Het zal vast niet de eerste keer zijn. Nee, dit is niet de eerste keer. Ben je klaar voor? Ja. Nes, ga je mij een beetje hypen of Ik ga je sowieso hypen voor die vliegtuig. Interview hem even. Hey, goedemiddag, de heer Moenier. U vliegt vandaag private jet met Qatar Airlines. Hoe is het private jet? Toch? Dit is geen Qatar, grote vriend. Dit gaat naar Somalië. Ik ga terug naar... Dit is onze piloot Aaron. Oh, dit is de piloot Aaron. Aaron, kunt u ons meer vertellen over de vlucht en de opleiding die hij heeft gedaan? Waarom heeft deze man een vlucht verdiend? Een enkeltje richting Dubai. Oh, yo, ik hoor, u gaat Dubai. Somalië bestaat niet meer. Oh. Ah, yo. We gaan met TDAR, of TDR, zoals het hier een beetje verkeerd staat gespeld. Oh, nee. Maar ja, zet het er even goed in, is gratis reclame. Hè? Je hebt nog steeds een keuze. Dan moet je wel voor betalen, maat, dus dan blijft de campagne leven. TDR, ja. TDR. Iemand had maar één taak even pesten. Luister dan. Ik vind het allemaal heel leuk en aardig, de heer Aaron, als piloot zijnde van TDR. Maar als ik de heer Moenier even kan spreken, Moenier, kunt u even komen? Ja, ik wil zo meteen... Moelie. kunt u alsjeblieft komen?
Ik wil, nee, ik doe mijn interview met hem. Ik wil zo meteen in stijl naar het vliegtuig toe lopen, zodat ik zeg maar mijn afscheid hier... Dan moet je wel een afscheidsmuziekje opzetten. Ik weet niet... Maar hij is niet voor jou, hè? Wie deed je eigenlijk? Ik. Armuentai, deze. Armuentai? Dus, maar ik ben klaar voor. Ik vind het heel leuk en aardig van TDR, maar er staat, je hebt nog steeds een keuze op het vliegtuig. Dus heel misschien is er nog hoop voor je. Nee, joh. Je hebt nog steeds een keuze. Er moet toch wel zeg maar één goed verhaal zijn waardoor dit allemaal begrepen wordt. Dat is waar. Ja. NS. Yo. NS. Yo. Verzin eens even een goed verhaal, man. Bro, er is maar één simpele zin. Je hebt nog een keuze. Alright, gaan we instappen? Yes, let's go. Hey, meneer. Ik wil je nog wel een knuffel geven. Nou, jullie mogen mee, hoor, als je wil. Ja. Meneer, dit is niet goed voor mijn essence. Oh jee. Oh nee, wat een loopje. Hij loopt wel met stijl, hoor. Hij staat open. Moenier, ik ga je spreken, Mambi. Ah, je mag hier mee, hoor, als je wil. Kom. Nee, mooie rampenluchten. Bro, ik zit er ook in. Oh, Yuzu. Hi, 100 boys. Private jet party. Drake. Daar gaan we. Meneer de piloot. Ja. Ik heb vliegangst, eigenlijk. Tja, in ieder geval geen rijangst, volgens mij, of wel? Meneer, ik durf niet. Meneer, ik was zo blij dat je terug was. Ik was zo blij. Ik dit allemaal in één episode. Het is nou echt uitgesproken. Ik zweer het. Dat wordt een enkeltje. Dat wordt geen dag meer. Oh, nee. Kom op.